En hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier zo op Just Insane Games. Ik weet niet of jullie het al meteen doorhebben, maar ik ga World in a Jar spelen van GT Awesome Sauce. Ik heb volgens mij dit ding ooit een keer eerder gespeeld. Niet geüpload of dergelijke, maar gewoon gespeeld omdat ik het leuk vind, denk ik. Zo. En ja, nu weer eigenlijk. Ja. Ik vind het leuk. Het is een uitdagings iets. Voor mocht je het niet kennen, je moet dingen verzamelen zodat je naar de volgende jar kan. Zoals daar bijvoorbeeld heen of daar. Ja, dat is een beetje het idee. En gewoon spullen verzamelen en er is zelfs een village, een jungle jar. Het zijn eigenlijk gewoon allemaal flesjes, een jar, dus gewoon een flespot ding, weet ik veel. Mijn Engels is niet zo goed, maar het kan er nog mee door. Ik weet wat een jar is, een soort van. Kijken, kan ik hier nog onder de grond gaan? Wacht, laat ik. Zo. Even een crafting table. Zo. En dan gaan we echte diggers worden. Ik hoor allemaal spiders vandaag. Zit daar boven. I don't hope so. Zit er hier zo'n spanner misschien? Volgens mij zat er hier zo'n spanner. Als ik me dat goed kan herinneren. Mijn leven. De spanner gewoon hier zo nu meteen al alles. Tuurlijk. Waarom ook niet? Even mijn scherm wat helderder. Zo. Kan ik nog geen iron? Nee, dat lijkt me niet. En dan heb ik een iron pickaxe. Nou, dan wordt alles wel allemaal mooi. Zo. Gaat sneller dan normaal, denk ik. Weet je, ik weet niet wat het is, maar toch voel ik me niet helemaal veilig zo op het glas lopend. Maar het is nog best wel mooi. Cool. Nice. Ja, ik ben benieuwd of ze ook alle tempels en zo erin hebben zitten. En het is een 1.8 versie, dus misschien is zelfs een Ocean Temple. Ook al lijkt me dat wel moeilijk voor hem, want dan moeten ze wel zorgen dat dat ook een spanplek is voor die vis dingen. Wie weet. Zo, die ultieme actie hier. Er moet hier zo ergens die spannen zijn. Kan niet anders. Oh, tuurlijk. Diamonds. Wow. Dit gaat zo lekker. Heus niet de bedoeling of zo dat je nog maar iets vindt. Zo. Furnace. Ja.
I'm too lazy, so here you go. 1.1.3 gebruikers. Oké. Ik neem aan dat dat inhoudt dat hij hem niet heeft geüpdate of zo. Waarom gaat deze boom niet weg? Geef mij sapling. Ja. Moet ik dit serieus telkens gaan doen? Werkt dit snel? Ik denk niet. Maar dit is dus niet geüpdate de laatste tijd. Woehoe. Oeh, daar heb je Mushroom Island misschien. Als je daar zo mushroom dingen op zitten. I suppose so. Nou, zijn we al bijna klaar? Ja? Oh, wacht. Ja? Almost? Ja. Oké, en dan nog even een zwaard. Aangezien ik toch echt het idee heb als ik nu in een spanner moet zitten. Misschien komt het door de geluiden hoor. Ja, meeste diamonds. Zitten er niet nog meer? You bastards, gierig. Zo. Oh kijk, daar gaan we alweer. Jullie kunnen waarschijnlijk helemaal niks zien. Oh, kijk, daar zijn we al kool. Maak voor jullie even een torch. Momenteel, nu ik dit opneem, ben ik eigenlijk lekker uit voor. Oh, lekker. Vorige week toetsweek gehad. Oké, toetsweek. Maar, het zit erop. Toetsweek. Hele mooie cijfers variëren tussen de 7 en de 3, weet ik veel. Emeralds? Oké, misschien is het toch niet. Hield het toch niet in 1.3 als versie in Minecraft. Ik weet niet. Aangezien Emeralds, die zijn er volgens mij. Ik weet niet, wanneer komen Emeralds? Ik ken Minecraft namelijk al best wel lang, zo'n beetje sinds het uitkwam, alleen ik heb het toen niet gespeeld. Oké, spike spawnen. Ik heb ook niet genoeg torches. Zo. Eén kool. Dat wordt hij niet. Meer kool. Ik heb momenteel even kool nodig, jongens. Geen lapis en dergelijke. Come on. Oh, diamonds. Hoeveel lapjes wil je hier zo onder gooien? Oh ja, tuurlijk, nog meer diamonds. Oh. Ik kan moeilijk zeggen dat ik het erg vind of zo, maar. Zo, ik net. Ik kan gewoon full diamond hier zo vandaan gaan. Waar ergens zal dat ding zitten? Ik denk dat het nog interessant wordt om van de ene naar de andere plek te komen. Zo, nou, genoeg kool.
Zou toch niet zo moeilijk zijn? Denk ik, hoop ik. Oh ja, tuurlijk. Of we... Come on, die. Kijken. Het is niet eens vierkant. Kijk, deze vulling staat mij wel aan. Zo. Maak ook gewoon deze kapot. Dank u. Kijken, hoe kom ik? Zo. Ja. Ik denk dat ik het bij deze episode ga laten. En dan de volgende episode. Ja, waar wil ik heen? Dat is wel awesome, denk ik. Nee, ik weet niet. Nee, ik moet denk ik even kijken waar ik heen wil. En dan gaan we dat fixen. Dus tot de volgende keer. Adios. Bedankt voor het kijken. Tot dan. En vonden jullie dit nou leuk? En moet ik dit nou veel vaker doen? Laat dan even een like achter en abonneer, mocht je nog niet zijn geabonneerd. Tot dan, laters. Joe.